Kan je wat vertellen wat je vandaag allemaal op je af is gekomen en wat je eerste indruk was? Ja, sowieso een hele goede eerste indruk. Ik heb natuurlijk al net gesprekken gevoerd hier, vooral met Bas en met Linton. Het waren hele fijne gesprekken, fijne mensen. Het past niet op bij de club, een warme club. Het is geen grote club, maar wel een club waar mensen ja, eigenlijk samen willen werken. Dat spreekt me ook echt aan, de club. Vandaag was een mooie volle dag. Eerst ondertekenen van het contract, daarna allerlei media gehad. Net een lunch met de aandeelhouders, een aantal sponsors gehad. Nu nog wat foto's schieten. Ja, een mooie dag zo. Zeker, vol programma. Kun je iets meer vertellen over de lunch met sponsoren en aandeelhouders? Wat was je eerste indruk daarvan? Ja, ik heb natuurlijk even mijn verhaal gedaan voor de keuze voor Os. Daar heb ik best wat vragen over gehad van waarom ga je naar Fortuna en komen nu naar Os toe. Dat hebben we kunnen uitleggen. Ja, dat werd een mooi gesprek waarin ze ook wat vragen stelden nog. Ja, ik merk ook hele betrokken mensen die geen rare verwachtingen hebben, maar vooral graag willen dat de ploeg hard gaat werken. En dat ze elke vrijdag, of wanneer we ook spelen, leuk voetbal kunnen gaan zien. Dat is een mooie doelstelling. En je zei het net zelf heel kort al, maar misschien wat meerdere mensen wel verwachten dat je misschien voor een grotere club had gekozen, maar toch bij Top Os beland. Je hebt zojuist iets verteld, maar kan je iets meer vertellen over hoe je bij Top Os terecht bent gekomen en waarom je voor deze club hebt gekozen? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk als hoofdtrainer eigenlijk begonnen gelijk in de strijd tegen degradatie. Vanaf dat Kevin Hofland wegging bij Fortuna stonden we onder de druk van de degradatie. En eigenlijk tot de laatste dag bij Cambuur in de Eredivisie is het zo geweest. En dat is heel leerzaam. Zeker bij Fortuna ook een hele mooie tijd gehad. Waarin we ook elk jaar erin gebleven zijn. Maar het is wel continu vecht tegen degradatie. Dus het was heel fijn om even een half jaar uit het voetbal te zijn. Om even afstand te nemen en ook na te kunnen denken over wie ben je als trainer? Waar sta je voor? Waar geloof je in? Hoe wil je werken? En wat voor mensen wil je gaan mee samenwerken? Nou, dat verhaal had ik een beetje eigenlijk op papier staan van mezelf. Tegelijkertijd Os ging informeren. Dat heb ik kunnen uitleggen van ja, als we willen gaan samenwerken, dan is dit wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik nodig heb om te kunnen werken. Waar ik in geloof, de normen en waarden die belangrijk voor mij zijn, het type mensen om me heen. Nou, ik had een hele goede klik vanaf de eerste dag. Toch, ook de ervaring uit het verleden heb ik geleerd, niet gelijk ja zeggen. Doorpraten, doorvragen, scenario's met elkaar bespreken. Wat doen we als dit gebeurt, wat doen we als dat gebeurt. En continu kwam eigenlijk het samenwerken terug, het ontwikkelen, mensen beter maken. En van daaruit gaan presteren. En die drie dingen, samenwerken, ontwikkelen en presteren, passen bij mij en passen ook goed bij de Club Os. Nee, zeker. Dat is ook een van de motto's hier bij Top Os. Een springplank zijn voor spelers. Het moet een eindstation zijn, maar juist een opstapje in betaald voetbal. En zo zie jij dat dus ook. Ja, dat woord is inderdaad vaak teruggekomen, springplank. Of een ontwikkelaar noemt een springplank of tussenstap. Kijk, er mogen ook spelers komen voor mij aan het eind van een carrière, maar ze moeten allemaal ambitie hebben, een vuur hebben. En natuurlijk is het beter een jonge gozer te halen voor een transfersom. Maar iedereen die hier speelt, die hier werkt, of nou een staflid is, een directielid, kantoor, een speler, ja, moet echt beter willen worden. Moet naar de club komen elke dag met het doel om beter weg te gaan dan die 's ochtends kwam. Maar dat is ook het grotere doel voor mij. Het is nu mei 2024. Als ik over 2 jaar wegga, mag we niet weten, maar over 2 jaar loop ik weer af. Moet de club veel verder zijn dan die nu is. Niet alleen door een wedstrijd te winnen of te verliezen, maar veel groter dan dat. De cultuur waarin de club nu zit, gaan al veel dingen goed in. Kan er nog heel veel beter in. Dat is ons grootste doel samen met de directie, met al die andere mensen in de club echt vooruit helpen. Helder, dan iets meer naar het technisch gedeelte. Hoe zou jij jezelf als trainer omschrijven of wat kunnen de supporters hier van jou verwachten? Wat ga je spelen of niet om verder in details uit te wijken, maar wat vind jij het belangrijkste in het voetbal, het technische gedeelte? Ja, ik denk als je naar Fortuna kijkt, naar de periode die daar heb gehad met heel veel verschillende culturen, was het toch elke keer gelukkig wel een team van te smeden. Denk aan het team wat toen op de laatste speelde, zich veilig speelde uit bij NEC, dat kunnen mensen denk ik wel herinneren. Waarin het team in de tweede seizoenshelft na een heel moeilijk eerste half jaar een super goede tweede seizoenshelft draaide. En dat smeden van een team, het proces zoals het mooi heet tegenwoordig, dat is waar ik denk goed in ben, wat ik leuk vind. En dat moet je terugzien op het veld. Dat mensen kijken naar Os, een team zien. En het liefst een team dat heel aanvallend voetbal speelt, dat altijd hoog druk zet. Dat zal niet altijd lukken, maar hoe dan ook een team dat echt samenwerkt, duidelijk een plan heeft. En waar je als supporter, als speler, als trainer, als directielid, als wie dan ook van de club trots op kan zijn. Trots dat jij onderdeel bent van Top Os. En het zal niet altijd winnen kunnen zijn, maar zelfs als je dan verliest, dat je wel voelt, het is onze manier geweest, we hebben keihard gewerkt, we zijn topfit, we geven alles. En dat gevoel moet niet alleen bij ons als spelers en staf heersen, maar eigenlijk bij iedereen. Waardoor hopelijk ook mensen gaan zeggen, ja, bij Top Os, daar gebeurt wat. Als je gaat kijken, wedstrijden waar echt iets gebeurt. Liever 3-2 dan 1-0, misschien wel liever een keer 3-3 dan 1-0 zelfs. Niet te vaak, maar een keer. Zodat er echt wat gaat gebeuren met spelers die lef hebben, initiatief tonen, die naar voren toe willen. Zodat mensen op de tribunes vooral de O's en de A's hebben. En niet denken van ja, zonder van mijn vrijdagavond.
Duidelijk verhaal. Zoals je net zei, een intensieve dag. Het zit er bijna op. Het laatste deel van het programma staat er zo op. Je gaat een aantal seizoenkaarthouders ontmoeten die al binnen de eerste week verlengd hebben. En kijk je daar naar uit? Ja, het is heel mooi. Kijk, bij een nieuwe club komen als trainer is ook al bijzonder. Want elke club heeft een eigen cultuur. Een eigen soort mensen, een eigen sfeer. En het is leuk om mensen te spreken die al jaren bij de club komen om meer te leren over die club. Wat vinden mensen nou? Wat hebben ze meegemaakt de laatste jaren? Misschien wel de laatste tientallen jaren. Dus ja, het is altijd leuk om zulke mensen te mogen ontmoeten. En dat ze zo vroeg verlengd hebben, zegt ook veel over hun trouwheid aan de club en aan de loyaliteit die ze hebben. Zeker, helder verhaal. Sjors, we kijken uit naar een mooie samenwerking. Ik ook. Sjors, intensieve dag, de dag zit erop. Je hebt net een paar seizoenkaarthouders leren kennen en je hebt wat verteld over de club. Hoe was dat? Leuk en heel bijzonder. Er is een meneer bij, ik mocht geen meneer van hem zeggen. Arnold was erbij, die heeft al 74 jaar een seizoenkaart hier. Ja, die man had heel veel verhalen over een heel lang geleden. Mooie momenten, maar ook minder mooie. En nog een moeder en zoon die al een aantal jaar een seizoenkaart hebben en die samen naartoe gaan. Dus ja, heel mooie mensen te ontmoeten die zo voor de club voelen en die al zo lang komen. De een nog veel langer dan de ander, maar allemaal wel heel erg betrokken bij de club. Was je meest bijgebleven van een verhaal dat een seizoenkaarthouder aan jou heeft verteld? Nee, eigenlijk is het vooral die 74 jaar dat iemand hier binnenkomt en zegt vanaf 1950 heb ik al een seizoenkaart. Ja, jij bent ook jong. 1950 klinkt echt als eeuwen geleden. Ja, dat iemand al zo lang, 74 jaar hier komt, elk jaar weer, dat is heel bijzonder. Sjors, bedankt voor je tijd en we gaan veel meer van je zien. Jullie ook bedankt.